je wist hoe de wereld in elkaar zat. En sterker, je wist hoe de wereld ontstaan was. En wat de bedoeling van de wereld was en wat de bedoeling van de mensen was. En wat daar belangrijk in was. Dus je leefde veel meer in het feit van, nou ja, ik weet iets heel bijzonders over de wereld. Op Heusden in de Betuwe, een kerkelijke enclave verscholen achter de rivierdijk, waar verschillende strenge afscheidingen van de gereformeerde geloofsovertuiging het leven domineren. Een dorp, gesloten voor televisiecamera's, verstoken van wereldelijk vertier en beheerst door wetten uit een traditie van eeuwen protestants-christelijk fundamentalisme. Je zit bij een groep mensen, daar hoor je bij. En dan word je door iedereen geaccepteerd. Dus je hebt wel een gevoel van geborgenheid. Geborgenheid, veiligheid. Ja, er zitten toch bepaalde rituelen aan vast die je denkt dat belangrijk zijn. Ja, het was voor mij heel normaal. Want ja, je woont in een gemeenschap waar het allemaal is. Dus je hebt in feite geen andere bedreigingen, zeg maar. Zo kun je het in feite zien. Nou, je had natuurlijk wel een notie dat er heidenen waren. Dat was... Dat was vanzelfsprekend dat je daar een notie van had, maar je wist niet wat het was. Heere, bekleed ons met eerbied. In uw huis, met een stenen hart, kunnen we u niet bidden of danken. En alzo ook na ontvangene genade moet uw kerk het inleven. Zonder mij. Een gemoedelijk dorp, geloof ik. Vriendelijk dorp. Een christelijk dorp. Heel erg christelijk, denk ik. Er zijn hier feitelijk 4 kerken. En dat, ja, leef zoals door de week altijd met elkaar. Ik denk dat dit dorp meer te vergelijken is met een stapels, bij spreken. Lieve heren, dat we nog eens de schuld mochten beleven. En de zonde als scheiding tussen uw lieve majesteit, lieve schepper. U hebt ons allemaal in onze verbondshoofd Adam goed en recht uit uw handen doen voortkomen. Wij hebben de breuk geslagen. Wij hebben de zorg, het leed, de dood, de tranen over ons gehaald. De duisternis liever dan licht. En dat is vandaag nog zo. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Alles was natuurlijk, het hele leven was georganiseerd rond de kerkgang, rond de rituelen van de kerk. Alle sociale bijeenkomsten hadden sterk karakter over geloof. Dus naast, zeg maar, dat heel erg over de geschiedenis en de dagelijkse dingen was het geloof. Zeg maar de derde factor waar alles om draaide. Je hebt ook het gevoel van, wij hebben het goed. Want dat had je geleerd. Dit was het enige goede. Dus dat gevoel had je dan ook wel. Was je er een beetje trots op. Want wij weten het en die anderen. Ja, wat die anderen leren, daar klopt helemaal niks van. Maar wij zijn de goede. Je wist dat ten zuiden van de Waal, daar woonden de katholieken. En daar had je bijna een gedachte van dat is wel zo zondig. Dat je bij heidens al helemaal geen voorstelling zou kunnen maken wat dat was. Wat dat betreft groeide je op in een hele gesloten horizon. Met hele, waar een aantal gegevens zo duidelijk en zo alsoverheersend waren. Dat je geen andere wereld daar buiten kon vermoeden. Je kon er geen voorstelling van maken. Je mocht niks natuurlijk zondag. Zondag was gewoon heilig. En ja, in principe zijn we ook opgevoed tot de zondag heilig is. Natuurlijk. Maar je mocht bijvoorbeeld niet buiten komen. En je mocht geen krant lezen. Nou, televisie in de jaren was er natuurlijk niet. Maar je mocht ook niet naar de radio luisteren. En dat was echt, zondag natuurlijk de hele dag binnen blijven. En je moest natuurlijk heel erg christelijk leven. TV was uit de Mozes sowieso. Allerlei tijdschriften die
ik weet geen namen van die tijd, maar die waren toen in feite ook, die hoorden niet in een christelijk gezin thuis. Radio was heel sporadisch en als hij er was, dan was het alleen maar voor de nieuwsuitzending en verder stond dat ding uit. En dat ging misschien één keer per dag, twee keer per dag aan, dat was een half uurtje nieuws en dan was hij uit. Dus er werd ook niet naar getaald om een radio aan te zetten. Dan ervaar je toch wel als zonde. Ja, van alles, je moest gewoon netjes leven, wat de Bijbel inhield natuurlijk. Geen lange broeken, lang haar, geen make-up. Veel regeltjes met betrekking tot relaties, geen seks voor het huwelijk, geen voorbehoeding. Alle kinderen moeten komen binnen het huwelijk die er komen, daar mag je verder weinig aan doen. Gewoon veel etiketjes op je rug geplakt. Nou, in die zin dat ik probeer te leven, ja, overeenkomstig wat het woord van God tot ons zegt, ernaar en eruit probeert te leven. En wat betekent dat concreet? Zoals dat in de Bijbel staat, in een tekst, ken hem in al uw wegen. Ja, wat betekent dat? Dat je zo min mogelijk verkeerde dingen doet en zoveel mogelijk, nou ja, ter ere Gods, dat God daardoor verheerlijkt wordt. En dan komen wij mensen alles aan tekort. En wat zijn verkeerde dingen? Ja. Dan begin je nou weer. Wat zijn verkeerde dingen? Ik heb vleeweer gezegd, al wat gij doet, doet dat ter ere Gods. Maar als ik zit te breien, dan doe ik dat voor mijn eigen plezier. En dat doe ik dan niet om... En je moet het wel doen. Je moet in de bezigheid zijn en je moet... Verloren goddeloze zwervers, die in Adam kozen voor de dood, de duisternis, Satan, wereld, mode van Parijs, ik kan niet meer volgen. Dat hij zo lief is, kan ik niet op. Dat hij zo getrouw is voor ontrouw. Dat hij dat vandaag nog betuigt vanuit de hemel. Ik had geen lust, kindertjes, ouderen, oudjes, en jullie dood nog. Terwijl zoveel er in de gemeente, uw families daarbuiten, zijn weggemaaid en ook in de wereld ook zoveel al genoemd. Geen lust in uw dood. Kijk, ik leef gewoon, dat weet ik zeker verkeerd. Ik leef niet volgens de Bijbel. Kijk, en daar staat de bedoeling. Die Bijbel is er niet voor niks en die geboden zijn er niet voor niks. Je moet, zo is ons mensen ingegeven van vroeger, dat je de geboden moet onderhouden. Kijk, en die kan ik niet onderhouden. Een heleboel regels hadden natuurlijk als doel om genietingen aan banden te leggen. Ja, dat was natuurlijk de achtergrond. En het werd duivels verklaard omdat er genietingen in zaten. Dat geeft natuurlijk enorme fricties. En ja, ik moet eerlijk zeggen, de ene keer is dat sterker dan de andere keer. Dus zeg maar dat je meer oppervlakkig wordt of ja, God zelfs vergeet, naar de rand verdrinkt. Maar de andere moment leeft dat weer sterker. Uit overtuiging had ik al 20 jaar eerder tv gehad, bij wijze van spreken. Dat heeft me altijd dat wel getrokken. Ik wil altijd al zo'n ding hebben, want dat zie je dan bij je vriendje en zag je tv. Dat is toch gewoon mooi zo'n ding, je ziet daar leuke dingen op. Maar dat was gewoon helemaal taboe, er was er niets over te praten zelfs. Radio was ook niet in huis, dat hoorde niet. Toen heb ik... En als je een televisie in huis haalde, dan waar kwam je dat dan op te staan? Ja, dat teken je in feite je doodvonnis. Zo simpel is het gewoon. Dus geestelijk gezien dus, hè, als je een tv in huis hebt of radio, dat was zo'n grote zonde in feite. Ja, dan is er geen hoop meer voor het hiernamaal, zo gezegd. Nou, dat weet ik. Eén keer naar de film geweest ben, dan toen van... wat er nou? De Slag om Arnhem. Dat was dus in 1947, denk ik. Maar dan zit je niet erg rustig.
Een schoolreisje ben ik een keer mee geweest. Was ik in Wageningen op school. En toen gingen we naar Amsterdam, naar de Ford-fabrieken. Fokker is niet waar Ford. Ford zou daarbij geweest zijn. Ja, er werden auto's gemaakt. En toen gingen we ook naar een film over het Koninklijk Huis. Nou, ik zat van naar de film. Je bent altijd geneigd om kwaad te zoeken. Het makkelijke, de wereld. Is gewoon zo. Dat is veel aantrekkelijker. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat je voor een onmogelijke opdracht staat. Dat is moeilijk. Maar dat willen we ook weer zelf. Want in principe, het is bijna onmogelijk, maar je wil ook weer zelf de wereld dienen. Kijk, want ik hou van motorsport. Maar ik hoef er niet heen te gaan. Ik word niet gedwongen om erheen te gaan. Ik wil zelf. Kijk, en dat is gewoon... Maar wij willen gewoon de wereld dienen. Tenminste, lukt mijn eigen dan, ik wel niet wel. Zo is het gewoon. En je weet dat het niet hoort. Want zo zijn we opgebracht dat niet hoort. Je moet de geboden onderhouden. Maar dat is gewoon moeilijk. Ik hou er niet van om naar houseparties te gaan of uit te gaan, ja, naar feesten of ja, uit te gaan in cafés. Dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet overeenkomstig met wat er staat in het woord van God. En daar heb je je aan te toetsen, zo gezegd. Maar oefenen ze wel een bepaalde aantrekkingskracht uit? Dat wel. Dat je soms wel het verlangen kan voelen om daar toch naartoe te gaan. Lees ik in Jesaja 1, vers 2. Hoort gij hemelen en neem het te horen gij aarde, want de Heere spreekt. Met deze spreektrond wil de Heere te kennen geven. Dat hij hemel en aarde tot getuigen roept. Vanwege het wanbedrijf bedreven door zijn volk. Opdat zelfs hemel en aarde ontroerd zullen worden. Vanwege het feit dat het volk des Heeren zo gezondigd heeft. Je was bang. Bang voor God in feite. We waren veel banger voor God dan voor de Satan. En... Ja, als je dan daarover na gaat zitten denken, denk ik, dat is toch niet goed. Waarom moet ik bang zijn voor God? Want waarom waren jullie zo bang voor God? Je werd toch eigenlijk, werd vooral gepreekt omdat een mens verdoemd is, dus gedoemd is om te sterven. Dat er totaal niks goeds in zit. Dat er eigenlijk helemaal geen hoop voor je was. Je gaat dood en het is gebeurd. Er is gewoon geen hoop voor je. Alleen, als God dan ingrijpt... Dat je tot bekering komt, heet het dan, met een heel mooi woord. Dan kan het goed komen. Hè? Dan kun je dus de weg naar de hemel vinden. Het wereldbeeld was dat er een waarheid was dat de gehele schepping, dus alles wat er aan verschijnselen zijn op in deze kosmos, dat die zeg maar als bedoeling had om een aantal mensen uit te verkiezen en tot God te roepen. Want andere reden van bestaan was er niet voor, die hele kosmos niet. Behalve dat. En dan ook nog, dus dat er een zo'n grote veelheid aan verschijnselen waren, aan dieren, aan planten. En die hadden als eindelijke bedoeling alleen maar om een aantal mensen te doen uitverkiezen, de rest weg te werpen als overbodig vuil. Of sterker, niet eens weg te werpen, maar gewoon ook nog de rest van eeuwig te straffen. Ter meerdere eer en glorie van de schepper. Dat was eigenlijk in een notendop bijna